niet zoveel geld over hebben voor een bier. Wat zij de kans hebben om een keer voor gratis dat allemaal mee te maken. Ja, de snel op Kunst van de Straat is de deur open, het Dorset Kunst Museum. En het Energiehuis, voor die beloofd, Komstralen, To Be. En onder andere Dorp is natuurlijk mee, het Onderwijs Museum. Dat is misschien wel een gebouw waar je vaak langs komt op de trein, maar je misschien ook niet zo vaak binnen bent geweest. Maar het super tof is. Ik heb nu eigenlijk de kans om daar gratis een keer binnen te gaan. Ik geef hem op Bibliotheek NZ. En dan zien we hem aan de movies. Oké, dankjewel. Nou, dat zijn inderdaad heel veel partijen die aangesloten zijn in mee. Het leek me daarom ook een leuk idee om met de tafelgasten door het programma te lopen. En dat een beetje te doen in de volgorde van de avond. Want dit jaar is er vooral geprobeerd om het programma op elkaar af te stemmen, heb ik begrepen. Laten we dus maar snel starten met het Onderwijsmuseum, want we hebben een overvol programma. Helaas kan programmeur Stefan van Belzen niet aanwezig zijn in de show. Maar daar heeft hij een goede reden voor, want hij stapt namelijk vandaag in het huwelijksbootje. Dus bij deze, Stefan, als je luistert, waarschijnlijk niet, maar misschien luister je terug. Gefeliciteerd en heel veel geluk en liefde samen. Maar gelukkig kunnen Izzy en ik jullie vertellen wat er allemaal in het programma staat. Want tijdens de cultuurnacht bruist het in het Onderwijsmuseum wat de activiteiten. Er zijn er heel veel, maar ook heel veel verschillende, zodat er voor ieder iets leuks te beleven is. De cultuurnacht wordt afgetrapt met een heus kreukcultuurnachtdiner. Izzy, vertel eens. Wat gaat er allemaal gebeuren in het Onderwijsmuseum? Nou, voorafgaand aan de cultuurnacht organiseert het Onderwijsmuseum ook dit jaar weer een gezellig pre-cultuurnachtdiner. Het diner wordt gevolgd door een exclusief kijkje achter de schermen in de ontwikkeling van de tentoonstelling In Perspectief, door de samenstellers van deze inspirerende expositie. Het Onderwijsmuseum is dus een mooie plek om van start te gaan tijdens de cultuurnacht. Want een achteral zorgt ervoor dat het rockkoor Sing Rocks de aftrap van de cultuurnacht. Het rockkoor van Nederland, volgens Chantal Jansen tijdens Hollands Got Talent, waar Sing Rocks, onder de naam van Sing Rockkoor, het tot de halve finale schopte. Sing laat zien dat een koor steeds voor rockmuziek kan laten horen. Het repertoire varieert van oude kenmen van Aerosmith, Green, Pink Floyd, Guns N' Roses tot recente nummers van Pearl Jam, Linkin Park, Muse en The Pale Temptation. Ze treden niet één keer op, toch? Maar vaker. Dat klopt. Sing Rocks treden om 8 uur op en ook weer later in de avond, namelijk om 9:15. En wat is er nog meer te doen? In het museumcafé, net zoals vorig jaar, weer een oldschool schoolfeest plaats met als het thema Let's Rock. DJ Vuivenkirk, zodat het vreemdgeheel zal plaatsnemen achter de draaitafel om de mooiste rockhits van afgelopen decennia aan te draaien. Goedjes van de kleur dus. Trek je meest passende kleding aan, want de mooiste outfit gaat naar huis met een kleine prijs. Om 11 uur begint het foute uurtje. En wat kun je dan winnen als prijs voor de mooiste outfit? Om 11 uur wordt de prijs uitgereikt voor de mooiste outfit. De prijs VIP-tickets voor de opening van de Vos Atlas tentoonstelling. Dat is heel bijzonder. Er zijn prijzen voor mooiste man, mooiste vrouw en het mooiste setje. Maar dat is nog steeds niet alles, toch? Nee, we gaan nog steeds door. Dat klopt. Want in de indicatieruimte zal Roodzoeken is een speedlezer enkele opzienbarende en intrigerende onderwijsverhalen met de mensen besteden. Namelijk, maak kennis met sensuele en seksuele voorlichting door middel van lesmaterialen en anti-masturbatiebankjes. Nou, dat gaat een heet avondje worden in het Onderwijsmuseum. Wil je weten wat er nog meer op het programma staat in het museum? Neem dan een kijkje op de website www.dorpsecultuurnacht.nl. Voordat we verder gaan, is het weer tijd voor muziek. We gaan nu luisteren. Hi. Hi. Jannie, vertel eens. Wat ga jij doen tijdens de cultuurdag? Ja, ik zit hier alleen nu, maar ik sta zelf over. Ik sta in Dorp met mijn nieuwe band. We zijn een jaartje samen, maar we hebben sinds kort ons eerste optreden gehad. En zijn nu door aan het bouwen. En, door aan het verbouwen straks. Ja, precies. Ja, het is echt heel leuk. We hebben nu eindelijk een bandnaam. Ja, dat wordt de primeur, hè? Niemand weet de bandnaam nog. Nee, dat klopt. Het is Nova Novella geworden. Dat is de eerste naam waarvan we dachten, dat past wel bij ons. En we wilden een naam waar wij het karakter van
konden maken, zeg maar. We zijn een karakter samen. En eerst is het dan Joni en Ben. Ja. Maar dat, ja, ik weet niet. We bouwen toch iets met z'n allen. En daarom hebben we nu deze band aangekozen. En ik vind het wel mooi. Dus... Ja, zeker. Mooie, interessante naam. Ja. Ik vind het een heel mooie naam met een hele mooie tendens, zoals ik er net al zei. Dankjewel. Nou ja, graag hadden we jullie ook hier laten optreden, maar dat kon helaas niet. Kan je wel vertellen wat voor soort muziek jullie maken? Dat is heel moeilijk. In het begin, dat we gingen spelen, was de vraag of het zou aanslaan, omdat we uit jams bouwden, zeg maar. En het is ook telkens weer een beetje anders. Dus aan de ene kant is het wat meer jazzy, maar het is ook heel psychedelisch. En ja, ik weet niet, als je benieuwd bent, moet je maar komen kijken. Zijn het allemaal eigen muziek, vandaag? Ja. Ja, dat is mooi. Hoe laat spelen jullie? Oh mijn god. 9 uur? 9 uur. 9 uur. Ja, zorg dus dat je allemaal om 9 uur bij door bent. Maar is dat niet het enige wat je gaat doen, toch? Want naast muzikant ben je ook kunstenaar? Ja, dat is klopt. Ik deel een atelier met Peter en Van der Linden. Niet degene die... maar de andere Peter van der Linden, ja, de schilder. Hij zit hier ook. En ja, er zijn overal indoor, er zijn open ateliers. Dus daar kun je ook kijken, zeg maar. Dus dat is echt heel leuk. En ja, ik maak ook zelf dingen. Maar de laatste tijd ben ik wat meer bezig met muziek. Maar Peters atelier is open. Dus ja, kom een kijkje nemen, ook van andere mensen. Dank je wel. Hartstikke leuk. Nou, Joni, dank je wel. Ik heb wel begrepen dat we gelijk alweer afscheid van je moeten gaan nemen. Ja, dat klopt. Je gaat snel naar de band, we mochten repeteren van zaterdag. Yes. Heel erg bedankt en veel succes. Heel veel succes, bedankt. Een van de stations waar het treintje mensen in vervoering kan brengen. En bij ons op het station staan we in ieder geval Los van de Werf. We kennen de dichter van Instagram, 50.000 volgers. En die heeft onze bibliotheek uitgekozen om zijn dichters te delen. Dus het leuke daarvan is, hij gaat een presentatie geven over die schrijft, maar hij gaat ook versies op maat maken, dus iedereen kan zijn eigen gedicht laten krijgen. Dat is heel bijzonder natuurlijk. In het donker, toch? Ja, in het donker. Ja. Ik hoop dat hij een lichtgevende pen heeft, want inderdaad, we gaan heel de bibliotheek in het donker hullen. We gaan wel backlight en glow in the dark thema's ophangen. We hebben ook het idee geprint in glow in the dark. Dus alles ligt op in het duister. Dus ik zou zeggen, neem misschien een zaklamp mee, voor het geval je verdwaald raakt. En af en toe hoor je wat de dichtelijke regels door je zwarte ruimte heen komen. Dus dat wordt wel leuk, denk ik. Wat hebben jullie nog meer qua Glow in the Dark? Nou, we gaan ook een hele grote tekening maken. Gerard de Bruin die gaat een hele grote Glow in the Dark tekening maken tegen de muur. En daar kun je aan meedoen. In je eigen stijl kun je daarin schrijven en die wordt dan uiteindelijk ontvangen. Dus je kan jezelf ook een gedeelte op het blad. Er worden drankjes geschonken met verschillende kleurenpunten. En die krijg je al, terwijl je binnenkomt, krijg je al drankjes, kun je al gelijk de sfeer voelen zoals dat heet. En de bar is open met heel veel leuke drankjes om uit te proberen. Dus voor ieder wat wils, lijkt mij zo. En om dit allemaal af te sluiten, ik denk dat er ook nog een leuk spektakel aan staat te kloppen. Eigenlijk uit de piep zelf, uit hip hop je piep. Het is Drecht Planet, die zijn bij Faris en Groeps wekelijks in de leer. En die hebben elkaar gevonden als collectief. En ze gaan ook binnenkort een EP uitbrengen. We hebben al geknald op de popronde, maar gaan ons weer verwennen eigenlijk met hun klank en beat. Dus om je al te zien. Ja, dankjewel en goed dat je over die Drecht Planet begint. Want die jongens die staan hier namelijk klaar. Collectief de Drecht Planet, ik ben met... Ik ben Sydney. Ik mag wel met de Drecht Planet. Ik ga ons liedje Matrozen doen. Geen relatie, ik ben de huis, man. Amico direct de witte bas. Bijna eigen huis, man. Drie het was een ding niet in de klas. Snachts verlaat mijn huis, man. Mijn bank moet rennen in mijn tas. Bij weet niet waar ik uithang. Op je dag moet goed verpast. Mijn tas heeft weet waar ik ben en wat ik doe, dat snap ik pas. Hoe ik zo erg draai, mijn dag van moeder op mijn pas. Ik wijs is, lag weg een kleine jongens aan het gas. Aan het fucken met dad. Amico draait de hart. Alsof ik trui nog gevierig. Ja, die chai was lekker voor papa cent als bierig. Of ik slaap in mijn wekker, ik kom met borstel te spieren. Maar de net is een stekker en jouw stek die is mini, bro. Ik pak en mijn leven wordt gekker, heb niet geleefd als een ieder. En je claimt je bestekker, maar je hebt niks te bieden. Ik ben met anti of dekker, soms dekkers misschien, maar je moet niet praten, beknetten. Ik wil zo nu verdienen, dus investeren of zet ik toch wat aan de kant.
Want ik ben nog niet rijk en ik wil naar het buitenland. Rustig aan de boulevard aan mijn vaders land. Maar dat zijn enkel dromen, ik zit vast in Nederland. Het is niet letterlijk, maar loop met de duivel hand in hand. Je ziet al het kwade niet, tot al het goede is verbrand. Ga de straat wel op, maar weet ook dat het beter kan. Roken nog geen voor de zes, hoeft er niet beter van. 1 gram ami in mijn vloer en het knalt mijn hoofd. Denk even niet meer na, gevoelens zijn verdoofd. Mary Jane is en ben ermee verloofd. Maar ook teken niet, dat had ik zeker weten wat me loopt. Met al mijn rustig op de dag dat mijn hoofd komt. Want heb nog geen boom om te blowen in de koopgoot. Ben klaar met doen, is dus de tijd dat ik nu groot stoot. Moet zoeken over grenzen, heb gehoord de Franse koopgroot. Maar ben het liefst in de boer dat mijn gedachten slopen. Vast zit nu of die zin heeft om mijn bier te slopen. Connect Young Jay, ik hoef niks te kopen. Op die 4-4 mensen dan die bieten slopen. Nog niet daar waar we horen, kies blijf open. Dat het lukt en je uitzet uit en daarboven. Het maakt niet uit wat je doet als je me hebt genoten. Onthoud mijn naam, echt planet is de fuck. Niet gedoucht, mijn hoofd jeuk. Maar het komt niet door de luizen, kom thuis. Moeders luizen, dacht pas als de kat het huis. Mijn gedachten dwalen als een 1000 vragen in mijn. Is mijn mind zo vaag, zijn antwoorden waarom. Waarom is het leven en waarom is het ook? Mijn mind zo vaag, het lijkt wel herfst in mijn hoofd. Mijn vragen zijn de bladen, de vallen is van de boom. Is het echt, of is het allemaal een droom? Is het echt, moet ik nog even op dreef komen? Blijven geloven, want ik heb maar 2 dromen. Ik ben koppig, dus kan weer eens op de thee komen. Het onderwerp standaard blowen of nee roken. Het is zinloos, als emmers water in de zee lozen. Want bij de vraag, kopje onder in mijn spits gedoken. Begrijp me niet verkeerd, maar zeker en zeker. Om dezelfde kan bereiken, lukt alleen niet door de tegenstroom. Hoef niet op dood te zijn geluk, is de hoofdprijs. Pak de dingen die me geluk geven en dood zijn me. Emotieloos, alsof je richting Oost rijdt. Het is een strijd met katana's tegen de pek. Met katala op het trek. Overnemen is de hoogste tijd. Op katala als je alleen maar mijn boze ogen kijkt. Kleine je vader zijn sukkeltjes sinds de overblijf. Ze denken niet na, ze duiven over voor de overblijf. De toppen van mijn man stond uit, ik was nog troos. Op zoek naar gelukkig naar de tijd van hoofdboos. De knooflijn duiven in plaats van postbodes. En hun huis afspreken, geef mijn bonus. Het is alleen mijn reputatie. Jong voor niet, geen komers. Mijn uitstraling is stil als onyx. Dacht ik economisch, dat was de zin. Reputatie, fuck it, ik ben liever lonely. Ik ben liever lonely, dus moet ik mensen lozen. Wat de kansen met te maken ben ik uitgekozen. Dus wat zit niet in de mas, we lijken niet maar boos. Want ik ben zitvozen, dus ik moet er dat nu even over. Zoek een plek om te wonen en leven met de dogen. Maar ik ben weer in de boot en heb weer rode ogen. Ik heb geleerd van mensen de week of van togen. Het maakt me niet meer uit wanneer ze mij niet mogen. Dank u wel. Maar genoeg op wacht nu. Ik kan niet lopen zonder kwap in mijn zak nu. Hoe de bronjes in de stad zonder kwap nu. Ik heb niks aan als je me niet tot die trap stuurt. Om je mee in Egypte geen ene fuck you. Ik heb geduld, maar ben weg als je lang doet. Want ik kan geen tijd nu verspillen. Ik wil meer, ken tijden van binnen. Dus ik ren door tot ik bij de finish ben. Ben geplast, maar niet nog in het dikke mens. Niks te vinden, dus ik kan alleen maar winnen, man. De meeste rappers doen echt, maar dat is super nep. De woeste finish niet eens money voor de Uber heb. Dikke bakje, maar je laat me payen voor het tank. Ja. En daarvoor zit aan bij ons aan de tafel, Roos en Selmans. Roos, kun je mij vertellen wat TechPark precies is? TechPark is een jongerenorganisatie de leiders van TechPark, dat is een beetje tussen haakjes, maar die zorgen er eigenlijk voor dat wij alle soorten aspecten in het museum eigenlijk leren kennen. Zo hebben we al met een afgesproken en die heeft ons toen allemaal dingen uitgelegd, maar we gaan dan ook bijvoorbeeld naar een restaurator of naar een schilder en dan krijgen we allerlei soorten inzichten. Zelf maken we dus ook tijdens de cultuurdag doen we iets, maar ook gaan we heel veel eindprojecten maken. Ja, want het thema binnen het Dordrechtse Museum is, wordt een meesterwerk. Ik heb begrepen dat jullie een meesterwerk gaan worden, klopt dat? Ja, wij gaan een soort performance rond kunstwerken, of gewoon één kunstwerk gaan doen. Dat kan je op een bepaalde manieren doen natuurlijk. Je kan een weerspiegeling worden van een schilderij. Je kan er soort van uitlopen, dat je een kostuum aan hebt van een schilderij. En dat je dan bijvoorbeeld het meisje of de jongen wordt die in de schilderij geconfronteerd staat. Maar je kan ook een afspiegeling worden, die kan je er ook tegen zetten. En dat ga ik dan bijvoorbeeld ook doen. Ik word van
ja, twee soort van oude gasten, word ik eigenlijk een jong meisje die nu ja, modern is. En ja, dat is een soort afspiegeling van het schilderij. Ben je al lang mee bezig? Nee, eigenlijk niet. Volgens mij hebben we nu 2 weken aan voorbereiding erop zitten en dan zaterdag is het werk. Wist je al een voorgegeven? Ja, nou we hebben dus vorige week hebben we iemand op bezoek gehad die dus ook de formatie doet. En daar konden wij vragen aan stellen, maar hij liet ook door het museum heen liet die hier formatie willen zien aan ons. En dan konden we een beetje kijken hoe dat nou in het werk komt. Ja, voor de luisteraars thuis, die iemand was ook een van onze mede-presentatoren, Ivo van der Vat, bij jullie wel bekend. Nou ja, jij doet het met iemand samen? Ja. Er zijn ook mensen die doen het alleen. Ja, nou, er is ook iemand, Matthijs heet die, die gaat bijvoorbeeld een schilderij afmaken, noem ik het eigenlijk. Op het schilderij zie je iemand die aan een tafel zit, maar je ziet die persoon niet. En hij wordt dus die persoon. We hebben ook een meisje, Susha, die gaat ja, echt een soort prinses worden. Tenminste, zo ziet ze eruit. En dan is ze dat schilderij, maar ze kan ook heel veel vertellen over het schilderij. Want ze heeft ja, best wel veel antwoorden voor ze klaar. En ik heb nog 2 vragen voor jou, Wilson. Heb je er zin in? Ja, zeker. En kan je me dan nog vertellen waar we TakePart online kunnen vinden? Ja, er is gewoon een website. En daar kan je ook zeker, als je hier geïnteresseerd in bent en je bent een jongere, kan je hier ook aan meegaan. En dat, ja, dat is wel echt heel erg leuk. En waar kunnen jullie precies vinden in het museum? We hebben vuurzalen. Volgens mij is het helemaal achter in het museum, als ik dat goed heb. Ja, en we hebben dan 2 verdiepingen, dus je kan van beneden naar boven lopen. Een soort speciale ingang, dat wordt helemaal versierd, dus je kan het zaterdag echt wel vinden. Ik kan het niet missen. Nee. Nou ja, de laatste zalen, dat zijn de Schefferzaal, de Romantiekzaal, de Van Strijd en de Stillevenzaal. En nou ja, waarom weet ik dat zo goed? Ik ben ook coach bij TakePart, dus dat verklaart dat. Nou ja, voor degenen die nog luisteren, we zoeken nog steeds mensen om mee te doen met TakePart. Dus ben jij tussen de 15 en 20 jaar? Kom dan zaterdag even kijken om te zien of je het leuk vindt. En dan kan je je vervolgens gelijk aanmelden. Ja, bij mij. Dus in de zorgvol, bij dag. We lopen in het museum op. Ja, nou ja, wij zijn daar dus ook zaterdag. Wij kijken er heel erg naar uit. Hebben jullie al dingen waar je denkt, daar ga ik naartoe? Dat is voor worden. Ja, ik ben ook wel heel benieuwd naar die Dode Dark vergadering in de Diep. Internet. Ik ben ook niet zo in de Dog Galaxy. Maar ja, jouw verhaal is ook interessant. Ik kom niet zo heel erg vaak in het museum. Dus ik wil sowieso echt wel even kijken. Maar ik denk dat we nu terug zijn in het energiehuis. Vandaar dat ik ook allemaal aan de Dog Film mee kan doen. Dus ja, er is ook zoveel tegelijkertijd. Ik kan niet denk ik nu alles zien. Maar je kunt wel goed op jezelf uitstippelen en dat ga ik nog even doen. De organisatie staat altijd een beetje het mantra, hè? Want ja, je doet zelf hele toffe dingen, de anderen ook, maar ja, dan kan je dat dus niet naartoe. Ja, precies, dat was wonder. Ik ben afgelopen keer ook alleen met energie uit geweest. Dus ik heb er niet zoveel mee gegeven van de rest, maar ik zag uiteindelijk wel de foto's natuurlijk en de filmpjes en de verhalen van de rest. Dus dat is altijd wel toch om te zien. Maar ik ga dit keer echt proberen om, daarom heb ik ook nog vrij opgedeeld in blokjes. Dus het begint vroeg bij het musea en bij het onderzoeksmuseum, het burgermuseum. En we eindigen met het laatste programma in de nacht. Dat is natuurlijk echt een cultuur in het energiehuis. Zodat je ook wel iets meer ruimte hebt om in de dingen te zien in de stad. Dus dat is ook wel belangrijk. Dat is een beetje het doel van de avond. Jij, ben jij alleen in die bibliotheek of kan je zelf ook een beetje uitleggen? Ja, ik zit een beetje een soort van in zo'n schuitje. Begin van de avond wel. Ik hoor allemaal hele leuke dingen en denk dat ik wel daar willen zijn. En zo ga ik even beginnen en zo daar. Dat zijn we redelijk goed. Ik zal het intekenen daarover. Ik hoorde ook een vet concept dat je een soort VR-game kan doen. Dus dat denk ik heel erg vet. Ja, dat is voor dit misschien wel later. Dus dat vond ik heel erg vet. En ik ben ook wel benieuwd naar het treintje zelf. Dat schijnt ook een party act te worden. Daar komen we ook zo nog op. Dus inderdaad, voor al de spoilers, dat gaan we allemaal behandelen. Sowieso zo meteen in het 2e uur. Blijf luisteren. Ja, dus blijf sowieso luisteren. Misschien kunnen we eerst nog even naar een stukje muziek gaan luisteren. Kees Slice staat in de Ketel 1.
van EGI's in de theaterzaal op de gaande grond. En ja, ik heb hem afgelopen zondag al even mogen zien bij Poplon hier neer. En dat zit wel echt goed in elkaar. Oké, nou ja, ik ben heel erg benieuwd. Gaan we nu luisteren naar Kay. Hij is heel goed met tekst, hij is rapper, maar ook heel muzikaal. Dus ja, ik denk dat de tekst echt wel een sterke kant is. Dat was natuurlijk bij Brandwerk was dat al zo. Toen was hij ook wel even de tekstschrijver zijn op het van heel veel dingen. Door deze muziek ook wel. Maar ik heb ook gewoon haast aan het van hard rappen. Maar wat nu doet is wel iets meer laid back of zo. Iets meer jazzy. En je hoort net wel een beetje R&B achter. Maar ook wel heel dansbaar met Afrikaanse muziek. Ja, want je hoort ook wel zo'n roots. Ja, hij is roots in Ghana liggen, dus laatst ook geweest. En sinds hij ongeveer ook op dit nieuwe project is, waar hij met echt een hele goede live mee speelt. Daar heb ik gewoon met een hele hard op toetsen. En ik heb misschien wel van Fungie Organizer, Fungie Organizer, met een nieuwe work. Maar dit is ook heel tof wat jullie daarbij doen. Dat is natuurlijk van de professionele bij. Ja, het is echt wel een kwaliteit. Jullie hebben ook met de Kees samengewerkt, toch? Ja, zeker. Nou, in ieder geval nu geeft hij LTME een workshop in Bipo. Dat valt hij ook in. En ik ken Kay, hij is natuurlijk ook van Brandweer, dus iedereen hier in de regio. En hij is de host bij Gorm eigenlijk. Daar dat is natuurlijk al bekend bij Bar. Dus daar kan ik hem dan van fijn samenwerken. Dus ik vind het leuk om te zien dat hij hier ook in het solo project lekker aan staat. En hij heeft heel veel poëzie gedaan tijdens die acts. Dus ja, hij is ook weer in de stage. Je krijgt een stage van Kees als je dat doet. Ja, dat is gewoon tof te maken. Maar dat kan je af en toe wel horen. Dan komt dat gewoon zo voorbij. De schip is uit de mouw. Maar ja, de eerste uur van de uitzending zit er alweer bijna op. Wil jij weten wat er nog meer op het programma staat? Blijf, dat was Bach. En niet zomaar Bach, maar elektronische Bach. Ben je benieuwd? Blijf dan vooral luisteren. Later meer. Nou David, nu mag jij mij maar eens gaan vertellen waar we naartoe gaan en wat we allemaal gaan doen. Oké, nou we waren net in het vorige uur aanbeland bij het Dordrecht Museum. Vanaf daar gaan we op naar de volgende stop, de Schouwburg Kunstmin. Buiten de tuin kunnen we gaan dansen en flirten met de gemakkelijke oldtimer Exoot Amizes. De creatie van de veroorsprongen Dutse Tristan Kruithof. En binnen bij Kunstmin kun je de strijd aangaan met de Evil Web Lords 2. Het is een interactieve multiplayer videogame bedacht door Oeland en One Second. Delen in het theater komt weer staan, waarbij je als bezoeker de redder in nood kunt zijn. Wil je hier meer over weten? Of wil je helpen het universum te redden? Zorg dan dat je om 9:30 bij Kunstmin bent. En Kunstmin programmeert niet alleen in de Schouwburg, maar ook in het Energiehuis. Dus laten we snel daarheen gaan voor onze laatste stop. En wat daar allemaal gaat gebeuren, kunnen we misschien het beste vragen aan Annelies Groeneveld van Cultuurcentrum To Be. Maar voordat we zover zijn, gaan we nog even luisteren naar muziek. Hey. Hey. Yo. Yo. Hey. Flex en finesse. Neem een beetje afstand. Vraag ik aan de barman omhoog in de new wave. Dat had je niet verwacht. Geschrokken is hoe ze keek toen de squad de boel afbrak. Flex en finesse, neem een beetje afstand op. En 50 gram niet vraag ik aan de plak man. Met twee cups in mijn hand, pomp ik jongetje in de stad. Alles wazig, weet niet eens meer wat erin zat. Naga, naga, dat ben ik man. Heel wat ben met jongens en we breken heel de tent af. Breken heel de tent af, waar is je cash dan? Op een boek met z'n drie, baby please, check eens. Ja, ik ben pas 19, wacht eens op de koude streams. Plan is geen dukkie, spice doen we hier niet. Houd de deur op een kier, birthday wordt een fee. Ze wordt versierd, believe in me, alles op niet. Maar je kan doen, maar je kan doen, wie is voor de sier, hey. Kantoor. Maar tijdens de cultuurnacht zijn te vinden in het Dordrecht Museum met het programma Meesterlijk. Daar hebben zij internationaal aansturend talent uit Engeland, China en Hongkong. En daar treden zij op om tussen te werken van de tentoonstelling Kees Verweij en Wiens Jolen. Maar ze zijn ook te vinden in het Energiehuis vanaf 10 uur met verschillende opera shots, zoals zij dat noemen.
En daar kunnen ze overal op waar ze mogelijk is. De vreemdste en meest onverwachte trekken. Ja, ze hebben geen vaste speellocatie, dus dan komt het waarschijnlijk van weer tegen in de lift. Geen bosje. Moet je dan echt op zoek naar het juiste? Dankjewel. Is de volgende hiphopper misschien toevallig al ready om te trainen? Hij loopt nu naar de microfoon. Hij ziet er ook echt wel helemaal uit met capuchon, zonnebril. Sipping dirty cause you make me feel like I'm useless. Don't look back, I don't need you, this will make me lose it. Making money, now I'm focused on these racks. I don't fuck with my ex, leave that shit all in the past. Used to be broke as fuck, oh shit, still that guy. Yeah, the time passes by, all this weed makes me fly. Still alone in the booth, there's no one to support me. I just met this girl and I'm sure that she already likes me. Shit, still ain't by every time. That's just why all this weed makes me fly. Maar daarover kunnen we het beste eten. We hebben met Edie Bees want zij kan ons daar van alles over vertellen. Ja. Als het goed is, hangt Edie nu ook aan de lijn. Edie, kan je ons horen? Ja, het is heel de lift is gewoon naar 9 uur, we rijden van 9 uur tot een uurtje per 1 en dan kan het lekker zo worden. Oké, en dan je stopt op alle locaties? Ja. Ja, we gaan volgens mij van locatie naar locatie, maar rijdt hier wel in de binnen, maar ik zie er ook nog niet heel veel van. Ik zit er wel spannend aan, maar het is hartstikke leuk. Oké, en waarom karaoke? Ja, lekker zo leuk idee. En ja, het was Bart die zit daar een studie aan tafel. Die kwam met een hele leuke idee. Ik kon best wel veel met elkaar ook. En die had Bart van het idee om elkaar ook te trainen en ervan te maken. Ja, maar dat moet ik nog even bijzeggen. Edie is namelijk Nederlands kampioen karaoke. Dat mag ik wel even zeggen. Dus, ja, dus we hebben expert uitgenodigd. Dus dat is de enige die dat echt goed kan doen, dat is Edie. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon leuk vermaken tussen de basis door. Hey, gefeliciteerd nog, Edie. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En wordt heel slecht. Okay. Oh, sorry, ik zal nog harder schreeuwen. En lekker meedansen, meezingen met de muziek, terwijl je jezelf absoluut niet hoort. Ja, dat maakt gedaan, hoor. Hoor van. Oh, heel fijn. Jullie wel. Maar als je nou toch een nummer zou moeten kiezen, wat zou je dan gaan zingen? Misschien The Shoes van Lizzo. Ja, dat is echt een topnummer. Of een heel cliché nummer. Iedere rikkel of zo. Ja, dat is inderdaad wel best. Tequila is ook wel natuurlijk. Ja, ja. Heel veel tekst ook. Ja, die zeggen zo. Ja, tequila, ja. Het is elke keer voor tequila. Ja. Ik ben er niet niks. En Bart, wat zou jij zeggen? Ik denk, my heart will go on van Celine Dion. Ja. Caring. Het gaat ook niet om goed, hè. Het gaat om ik wil weten waar en hoe laat. Ik ben daar. Hé, hey, wat zie jij? Ik kan niet zo mooi zingen, maar dan zou ik toch wel voor Beyoncé. Of iets met single-ladies, dan is het een beetje een feestje. Oké. Okay. Nou ja, we hebben ook een nieuwe gast aan tafel. Die mag er gelijk in komen. Sorry, oh, welk nummer zou jij dan uitzoeken? Nou, dat bespaar ik jullie. Ik kan echt niet zingen. Ik doe niet mee. Oké, okay, nou ja, je zegt je doet niet mee. Volgens mij zit je daar ook niet aan tafel. Ja. Jij doet ook niet mee. Nee, ik doe niet. Maar
juist tijdens de cultuurnacht hebben jullie besloten om toch iets te gaan doen? Ja, ja, wij doen gewoon twee rondleidingen in de avond. Langs aan de muurschildering, of tenminste in het centrum. En gaan dan wij eigenlijk ook die discussie aan waarom wij eigenlijk niet meedoen. Want alle organisaties die meedoen, die hebben natuurlijk gewoon een prachtige muurschildering of een pand op zich eigenlijk in de naam. Dus dat is wat dingen waar je van zo doen. Oké, okay, en waar beginnen jullie? De houtkoperplaats, dat is de ingang van de parkeergarage achter de stadkantoor. En dan lopen we eigenlijk een beetje richting Kunstwijk. En afhankelijk van de tijdbestek zien we wel hoe ver we komen. De mensen die mee kunnen, die kunnen daarna naar de volgende locaties. En hoeveel muurschilderingen zijn er te zien? Totaal heel veel, maar we komen er langs ongeveer 6 of 8 of zo. Het ligt eraan hoe we lopen, hoe lang we graag per muurschilderingen. Oké, okay, en moet je je daarvoor aanmelden? Of moet je dan via, we hebben een evenementje aangemaakt en je kan via de mail of via het evenement kan je inderdaad aanmelden. We doen maar 15 man per tour, anders dan hoort niemand meer. Ja, je begint dan bij herhaal het nog eens een keer? De houtkopersplaats, dat is achter het stadskantoor, waar die mooie kleurige muurschildering van Johan Morland staat. En dan lopen we richting Kunstwijk. En de tweede route is dan van Kunstwijk weer terug, of dan beginnen we op dezelfde plek? Beginnen we op dezelfde plek. Oké, okay. Nou ja, waarom moeten mensen dan toe? Je moet helemaal niks, maar kijk, ik vind het altijd een moeilijk onderwerp, omdat je vindt iedereen wat, en cultuur, dat heeft veel aspecten. Maar het lijkt me toch wel stom verbazen hoe in 3 jaar tijd er zoveel hebben neergezet in de binnenstad, en dat er dan ineens een beeldje komt van, hé joh, misschien doe je het mee. Dus ja, dan doen we het vanzelf, zoals we dat eigenlijk al heel de tijd doen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of mensen uit de gemeente die hiervan afweten op hun ook langs komen om zo'n dialoog te gaan. Ja, ik vind het sowieso heel stoer van je dat je het gewoon doet, maar ja, zo kennen we jou ook wel een beetje. Jij doet het gewoon. En, ja, ik hoor liever geen nee. Ja, waarom? Beeldend kun je daar aan de slag, lopen in de dal, berg. Dan kan je een plek blijven schilderen zien. En er zijn ook dansen. Ziet er mooi dansen. Van Lisa. En wie gaat dit allemaal uitvoeren? Zijn het ook echt leerlingen of studenten van het publiek? Ja, ja. In onze performance zijn het jongeren, dus tussen de 12 en de 16. Heel getalenteerd jongeren. Verschillende groepen. Ik geef zelf een theaterlessen, dat is een meisje aan mijn woord trouwens. Ik geef verschillende theaterlessen, waaronder ook de jeugdproductie. En dan maak ik de jeugdproductie maakt voorstelling. En de Planet Disco is van jou. En de Planet Disco, die in het onderwijs van 17 is van mij. Kan je daar nog iets veel over vertellen? Dat is heerlijk. Natuurlijk, ja. Vorig jaar mocht ik voor het eerst een slaakoperatie maken. Toen hebben we met een hele groep jongeren het zwarte gat gemaakt. En eigenlijk is Planet Disco een soort deel 2. Dus ik ben doorgegaan op de thematiek van vorig jaar. En vorig jaar waren we in een ruimte geland in het zwarte gat van de jongeren. En kwam een astronaut om te redden en bracht ons naar een nieuwe planeet. En dit jaar is het deel 2. We gaan dus naar een nieuwe planeet en dat is planeet Disco, maar die planeet is eigenlijk een foutje. We hadden eigenlijk een andere planeet. Maar ook een planeet, ja, Piano Muur Alarm. Dat hadden de leerlingen bedacht. Maar we zijn bij planeet Disco uitgekomen en planeet Disco is eigenlijk een planeet waar een park of kerk is. Dus die spelers, de komende kinderen die daar zijn, kunnen alleen maar dansen. Oh. Ja. Dus hoe dat verder gaat, hoe dat opgelost moet worden, dat ga je zien. Als je kunt kijken. Maar het is in ieder geval een vertoning van heel veel energie. Heel veel mooie muziek. Ook van Kiki gecomponeerd. Dus dat is een mooie samenwerking. En ja. Kan je daar nog echt aan mee? Of kan je er naar kijken? Nou, het publiek wordt wel gevraagd om een beetje mee te doen aan het einde. En wat misschien ook nog leuk is
als je naar ons kunt kijken in het onderwijsmuseum. Als je daar zelf nog wilt disco dansen, dan kan dat s'avonds ook. Er is ook een schoolfeest in het onderwijsmuseum. Dus, ja, het is gewoon een knalparty, maar dan met het thema school. Dus als je nou geïnspireerd bent door de fantastische performance, ja, dan kan je gelijk nog even door naar de kelder, naar het feest van het onderwijsmuseum. Oké, jullie zijn allebei in het onderwijsmuseum. Jullie staan af te parken. Ja, we hebben nog niet heel laat programma. Die net hoorde, Porter My Farm, die spelen om 2:30 in Brandstof. En die spelen ook voor mij 3:30. Dus ja, we zijn niet de locatie die tot het laatste programma is. En dan daarna nog een beetje oude disco in Brandstof. En Hatch samen met Dubface, de Drum Bass Face, gaat ook tot het einde door. Is er ook leuk op. Dus het allerlaatste gedeelte van het laatste Brandstof en Brandstof. Dus het idee is, je begint eigenlijk het onderwijsmuseum op de verst afgelegen locatie. En vanaf daar ga je vanuit door naar de bibliotheek. Stop je nog even bij Similar Movies, het onderwijsmuseum, de kunstmin en naar het energiehuis. Waarom zijn we gaan live even daar? Misschien toch ook even die lichtgevende blauwe dag op te halen bij het onderwijsmuseum. Ik doe niks mee, absoluut. Ja. Sammy, ga jij nog ergens heen of is het druk? Ik ga overal heen. En mijn flink misdragen nadat ik daar ben met de tours. We zijn heel erg. Misdragen is ook gewoon, dan ga je toch wel over. Ja. Dat is nog heel veel. Ja, dank je wel. Ja. Valt er nou nog wat te vertellen over die cultuurdag? Of hebben we alles wel besproken? Dat is al opgehangen, maar we hebben het wel gewoon helemaal gered in de TV.
die je wilt geven, de Lone Dark Crystal hebben uit de maand. Ik doe niks mee, absoluut. Sammy, ga jij nog ergens heen of ben je druk? Ik ga overal heen. En mijn vlinders dragen nadat ik klaar ben met de tours. We zijn heel erg. Misdragen is ook gewoon, dan ga je toch daar ook. Ja, dankjewel. Valt er nou nog wat te vertellen over die cultuurdag? Of hebben we alles wel besproken? Ik moet er iemand iets op te drinken. Dat is al op.